Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van dinsdag 13 december. Met vandaag een middagje weg voor bewoners van Erve-Leppink. En wat zijn de kersttrends dit jaar in Enschede? Eerst ander nieuws. De politie heeft vanochtend twee Enschedeërs aangehouden van 20 en 21 jaar. Ze zijn mogelijk betrokken geweest bij een brute overval op een woning in Ampdelden op 19 november vorig jaar. Een ouder echtpaar raakte bij die overval gewond. Vanochtend vroeg werd de 20-jarige man van zijn bed gelicht in een woning aan de Kost verloren. En rond 6 uur werd de andere verdachte aangehouden bij een woning aan de Stokkenbrink. De politie heeft ook twee auto's in beslag genomen en twee woningen doorzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. Goed nieuws dan voor het ROC van Twente. De school komt de top 10 binnen van de Nationale Keuzegids voor het MBO. Vorig jaar stond het ROC van Twente nog op de 18e plek en nu is dat plaats 7. Nog nooit stond het ROC van Twente zo hoog in de ranglijst. 69 opleidingen van het ROC van Twente hebben het stempel topopleiding gekregen. Het is voor kinderen altijd erg ingrijpend als ze naar het ziekenhuis moeten voor een operatie of behandeling. Om ze daar goed op voor te bereiden is vanochtend in het MST in Enschede een nieuwe app gelanceerd. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen thuis met hun ouders filmpjes bekijken over het zieke rattenzwijn Obbe. Door de animaties van Obbe raken de kinderen vertrouwd met het ziekenhuis en neemt hun angst af. Het MST maakt er vanaf vandaag gebruik van en andere ziekenhuizen volgen. Het was een bijzondere middag voor de bewoners van Erve-Leppink in Enschede. Ze gingen een middag lang op stap met leerlingen van het Bonheuvel College. Op de school aan de Gezinkweg werden spelletjes gespeeld, ze maakten kerststukjes en de feestelijke middag werd afgesloten met een stampotbuffet. Ieder jaar organiseert het Bonheuvel een goede doelendag per locatie. En wij hebben er dit jaar voor gekozen om het dicht bij huis te houden. Verbinden in de wijk, aandacht in de wijk. Het goede doel, echt de ouderen centraal stellen samen met onze eigen leerlingen. Wij hebben hier een actiedag voor de ouderen, zodat zij een hele gezellige middag gaan beleven. En met allemaal standjes, kerstmarkt is hier. En we hebben spelletjes, de ouderen kunnen bloem schikken en die bloem, die dingen die ze dan hebben gemaakt, kunnen ze dan meenemen naar hun huis. Er is yatzee, schaken, rummy cup, ga maar zo verder. Je kunt kaarten, er zijn leerlingen die hebben pakjes kaarten en dan gaan ze met de ouderen gaan ze een spelletje kaarten doen. Ik hoop dat de kinderen hiervan leren dat je ongeacht leeftijd het heel goed kan hebben met elkaar. Dat je respect hebt voor elkaar, dat je deelt, dat je samen de maatschappij bent. En dan kom ik toch weer terug op het burgerschap, want dat is echt wat wij willen. We willen ze als wereldburgers afleveren in de maatschappij. En hoe mooi kan het zijn als je dat doet door een dwarsdoorsnede van de maatschappij in je eigen school te brengen. Jong en oud door elkaar. Ja, fantastisch. Ja, dat is leuk zo, hè. Dan kom je onder de jonge mensen. Ja, ik kom gezellig met de jongeren, meisjes hier voor kijken, spelen. Is een mooie dag voor ons. Oud mensen komen hier, ja. De politie heeft gisteren in Enschede ruim 600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie kwam dat vuurwerk via een anonieme melding op het spoor. Eerst nam de politie 15 kilo vuurwerk in beslag bij een 48-jarige man uit Enschede. Die man werd aangehouden en daarbij kwam de politie ook een tweede opslagplek op het spoor. Daar lag meer dan 600 kilo illegaal vuurwerk. Vuurwerk uit de categorie Big Five, zoals lawinepijlen, mortierbommen en Romeinse kaarsen. De slogan "Wie niet horren wil, moet maar voelen" is niet de slechtste slogan van het jaar. Het bedrijf Horror Partners uit Lonneker staat met hun slogan op de 5e plek. De slechtste slogan van het jaar is "Sit je haircut" van een kapperszaak uit Utrecht. Nummer 2 werd "Your shit is my food" van een loodgietersbedrijf. En op nummer 3 in de lijst staat een lingeriezaak met de slogan "Tiet voor een goede BH". Tja. Enschede maakt zich op voor de kerstdagen. In veel huizen is de afgelopen dagen een kerstboom opgetuigd. En waar de een gaat voor een traditionele boom met wat ballen, leeft een ander zich uit en versiert het hele huis en soms ook nog de tuin. Wat zijn de trends momenteel qua kerstversiering? Wij zochten het uit. De show bestaat eigenlijk uit 4-5 thema's. Wat je dus hier ziet aan deze kant en 8 juli,
is het romantische thema's, met name allemaal wit, roze, een beetje blauw zit erin. Dat is echt het thema. Ik denk, als je het ziet, dat voor zich wel spreekt, de romantische klant. Nou, hier aan de rechterkant zie je dus iets meer de traditionele kerst. Dat heet het koffie drinken bij oma. Dat zie je dat wel een beetje het rood, goud, bruin, moet gezellig ogen. Nou, dit noemen ze een beetje, het is een moeilijk thema, is een Afrikaans thema. Het is heel specifiek voor een specifieke klant. Er zit dus echt knaloranje in, knalblauw, groen. Je merkt dat het ook een heel klein percentage van de hele groep kerst wat wij hebben staan. Je kunt echt aan de kleurtjes wel zien. Dat knaloranje, blauw, dat zit er echt een beetje in. Je ziet wel mensen die, ja, net waar ik het over had, de thema's. Als iemand binnenkomt en die is zilverwit ingesteld, die gaat vooraan bij ons op de kerst winkelen. En die zal hier dus langs heen lopen. We merken wel dat er steeds meer mensen overgaan op een kunstkerstboom. Omdat de kunstboom ziet er meestal altijd perfect uit. Geen kale gaten of weet ik veel. En ze worden steeds mooier. Ze lijken steeds echter. Ik heb een kunstboom. Een echte kerstboom, ja. We hebben een echte kerstboom en ook een echte. Geen Nordman, geen blauwe spar. Echte kerstboom. Ja, een echte kerstboom. Ik heb alleen geen echte kerstboom. Ik heb 2 houten kerstbomen die door mijn vader zijn gemaakt. Ja, zoals je ziet, we zijn hartstikke druk geweest met het opbouwen van ons dorp, zeg maar, ons kerstdorp. Nou, bijvoorbeeld deze samengestelde draaiende plaatjes, dat is eigenlijk, daar beginnen mensen vaak mee. Daar zetten ze een mooi voor het raam of op een dressoir en daar begint eigenlijk de verslaving mee. En dan het jaar erop komt van alles er weer bij, zeg maar. En dan nog het weerbericht. Het was vandaag bewolkt en grijs met zo'n 7 graden. Vanavond koelt het af naar 4 graden. Morgen dan begint de dag met mist die al snel wegtrekt. De rest van de dag is het bewolkt. Het is een zachte dag morgen met een temperatuur van 9 graden. En tegen de avond keert de mist terug. De rest van de week klaart het op en komt het zonnetje er zelfs af en toe doorheen. Tot zover het TV Enschede Nieuws van dinsdag 13 december... Nu het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna de talkshow van de Vrije Republiek Twente. Jan Medendorp ontvangt vandaag als hoofdgast griffier Rolf Jongendijk en ook oud-wethouder André Leloux schuift aan. Ik wens u een fijne avond verder.